Het is woensdag 22 februari in Richmond, Virginia. En het is de dag na mijn verlies tegen Alistair Walker. Gisteren in de eerste ronde. Ik wil eigenlijk niet te veel woorden eraan vuil maken. Want het was niet al te best. Er is maar één ding wat ik kan doen en dat is back on the horse. Terug op het paard. Ik sta nu in de gym van het hotel. En ik probeer nog even deze week een aantal goede sessies te draaien. Zowel hier in de gym als op de baan. Trainen met wat andere gasten. Voordat ik volgende week naar Toronto vertrek voor een invitational. Oftewel een demonstratietoernooi dat ik daar speel met de beste 8 spelers ter wereld. Dus daar heb ik zin in. Ik hoop dat ik de komende weken mijn vorm wat kan verbeteren. Voordat ik mid maart weer een toernooi speel in Winnipeg in Canada. Ik hou jullie op de hoogte.